fles wil kopen, Lisette, dan is het misschien wel een goede tip. Ja, want dan moet je eigenlijk naar Bergen. Met een rapportcijfer van 8,5 is die plaats namelijk gekozen als best tot beste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Next, heet dat, het jaarlijkse buurtonderzoek doen zij, Next Door. En in het onderzoek geven burgers aan zich verbonden te voelen met hun buurtgenoten en zich veilig te voelen in hun gemeente. En opvallend is dat het stadsbestuur in Bergen nog steeds demissionair is, maar toch zijn bewoners enorm enthousiast en de burgemeester is daar natuurlijk heel blij mee. Gefeliciteerd. Ja, nee, hartelijk dank. Ik zeg al een jaar dat ik ben een jaar geleden aangetreden, dat ik en het mooiste ambt heb, maar bovendien in de mooiste en de fijnste gemeente. Het is hier fantastisch, joh. Het is hier toch prachtig, moet je nou kijken. Hoe lang woont u hier al? Nou, heel lang. Hoe lang? Ja, het is lekker met je. Maar Bergen is gewoon een vakantiedorp voor ons. We wonen hier ook, hè? Dus daar gaat het om. Hè? Het is elke dag vakantie, kijk maar eventjes om je heen. Er is een hele goede samenhang onder de inwoners. Heel veel mensen die zich als vrijwilliger inzetten, ja, dat maakt het gewoon een hele warme gemeente. En is er ook wel eens iets slechts te melden over deze gemeente of is het echt zo'n fijne gemeente om in te wonen? Er zijn wel wat dissonantjes in het dorp, maar dat gaan we de kijkers van WNL gaan we dat niet vertellen. Want het merendeel is alleen maar mooi en prettig en aangenaam. Kijk, Marieke, je moet in Bergen zijn. Nou ja, ze zijn er heel enthousiast over, dus ik... Waar ligt het ook alweer? Dat hè? Oké, dat is best in de buurt. Goed, ja. Dan ben ik nog benieuwd naar het weer.